Bonjour, welkom in France. Dunkerque, aan zee. Etappe 4, de eerste in Frankrijk. En we hebben vandaag een oproep binnengekregen die eigenlijk voor jullie is. Nou, we gaan mensen van mensen vervullen. Proberen te vervullen althans. We gaan een oproepje plaatsen op Instagram en dan kijken wat voor wensen mensen hebben. Ja. Souvenirs, maakt allemaal niet uit. We gaan kijken. Ik hoop het. Een bidon, een gesigneerd foto met iets of iemand. Wat zou jij eigenlijk willen? Kus van de hondenmis of zo. Dat vind ik een leuke suggestie. We staan inmiddels in het paddock. Ja. Wat hebben we al binnengekregen? Nou, al meer dan 300 vragen. 300? 300. In een uur. Ja. Mensen zijn hebberig, hè? Ja, het is vooral hebberigheid. Als het gratis is, dan willen ze dat. Ik zie hier en daar een fotootje of zoiets, maar vooral handschoenen, bidons, shirtjes, gesigneerde bidons ook veel. Gesigneerde bidons? Maar van wie dan? Ja, Mathieu en Wout zijn beide populair. Oliver is ook populair. Ja. Ik zie ook heel veel over de snor van Magnus. Dat wordt lastig om die te krijgen. Je mag kieten of zo. Ja, mensen willen de snor van Magnus. Oké, okay. We gaan mee beginnen. Wat wordt de eerste? Ja, ik vind deze wel leuk. Iemand vraagt om de sokken van Dylan van Baarle. De sokken van Dylan van Baarle. Klaas Wieringa. Nou, Klaas. Klaas, wij gaan vragen om de sokken van Dylan van Baarle. Gebruikt of nieuwe? Wat zou Klaas willen, denk je? Die ziet ons al aankomen. Wij willen jouw sokken. Wat gekke fetish is dat dan? Hij zit hier, hè, in de bus. Hij zit, ja, dat is de juiste klus. Hij zit in de bus. Het vraag is vooral... Hoe krijgen we hem eruit? Hoe krijgen we hem eruit? En daarna, hoe krijgen we sokken uit? Ja, dat vind ik altijd zo awkward. We hebben mensen net van die hele moeilijke vraag gesteld en dan kom ik weer, mag ik je sokken? Na alle moeilijke vragen, ik denk een hele makkelijke vraag. We hebben dus van Klaas de vraag of hij jouw sokken mag. Ja, dat mag. Nu. Na de etappe. Ja, kan na de etappe wel. Ja, nee, dat is geen probleem. Dat was makkelijk, hè? Geregeld. Dankjewel. Klaas, joh. Nog verklaard. Zijn wel gewassen. Zijn schoon. Ja. Na vandaag wel beter, denk ik. Ja. Zo goed als. Zo goed als. Ik moet nou vanaf nu zonder sokken rijden, maar dat is wel oké, toch? Ja, maar het wordt nu mooi weer. Prima. Kun je een beetje bijkleuren? Een beetje erger. Je hebt je broek altijd heel laag, dus ja dan... Ja. Sokken laag misschien al ook een steden. Hij is ook een beetje wat ik heb. Een beetje kettings meer erop. Dylan. Ja, alleen de grote. Kan niet, hè? Ja, ze zijn gebruikt. Bij IF, die heb ik ook vaak voorbij zien komen. IF is een heel populair team. Ja, die vallen op, hè? De snor, dat gaat hem niet worden. De snor van Magnus. Maar kijk, handschoenen of een tasje zie ik ook veel voorbij komen. Dat moet op zich... Wie vraagt erom? Nee. Warren Roelands vraagt erom, onder andere. Ze hebben natuurlijk ook wel gewoon gave dingen, hè? Nou, ik zou er ook wel iets van willen. Nou... Als ze er toch mee gaan gooien. Deze mannen zijn niet van het team, maar ik kan wel vragen of er eentje mogen. Excuse me, avez-vous trop? Nee, ze hebben er niet te veel. Gewoon iets gesigneerd van Magnus dan. We got like literally tens of people asking for something from the EF team. Oh boy. And but like the big thing is that people would really like it to be signed by Magnus. I go get a cap for you. You have a pen? We don't have a pen, but we can probably arrange a pen. Yeah. Okay, if you arrange a pen, I can arrange a cap. Okay, that's a deal. Okay, wie heeft een stift? Excuse me, do you have a stift or a pen? Shit. Hoe regel je een pen of een stift? We need something to sign with, like a big stift. Okay, now we're talking. Now we're talking. Thanks. Ik vind het serieus echt een hele vette pet, man. Oh, grote speler. Hey! How are you? I didn't beat me. On one climb I beat you. But the other two you were a bit stronger. Congrats. But I have a question. A lot of people were asking for your moustache, but that's a difficult one to give to people. So we figured if we can get them a signed cap of yours, that would be probably like good makeup, right? So could you sign the cap? Of course. Perfect. Welcome. Thank you so much. And good luck on defending it. Dit is 2-2. Geen snor, maar dit mag ook. Kijk, ga je iemand vragen om een snor? Ik wou het wel even benoemd hebben, misschien dat hij dacht, hier heb je hem. Maar stiekem wist ik al wel dat het voor het petje ging gaan. Reno heeft een wens. Reno, ja, die wil rugnummers van Bauke Mollema. Rugnummers van specifiek Bauke Mollema. Je kunt altijd vragen. Bauke, mag jou een vraag stellen? Ja? Ja. We laten mensen hun dromen vandaag in vervulling gaan. En Reno, zijn droom is jouw rugnummers. Oh. Ja. Nou, deze die gebruik ik morgen weer namelijk. Dus Reno heeft eigenlijk wel een beetje een probleem. Ja, vandaag wel. Op het eind van de tour, dan heb ik al wat over. Ja. Oké, dus dan gaan we Reno verblijden met een rugnummer. Dat is goed. Okay, dat is goed. Dat vind ik een goede deal. Hey. Ja, nou bedankt. Succes vandaag. Ja, maar als je nu geeft, dan weet niemand wie die is als hij in de kopgroep zit. Nee, dat is waar. Dus het is ook. Je kan, ja, het is ook wel. Kijk eens naar de rugnummer. Het is ook wel een last minute vraag. Ja.
Kunnen we Reno nog, kunnen we het nog goed maken met Reno, denk je? Ja, we hebben dus iemand wiens droom het is om de rugnummers van Bouke te krijgen. Maar Bouke heeft die rugnummers nog nodig. Is er niet iets waarmee we Reno een soort goed zoethoudertje kunnen geven? Nee. Ja, Reno. Ik denk als je het niet, dan kan ik wel... Maar dan kan het ons nog wel. Dat kan het nog wel, ja. Voor de gisteren prijzen voor 200 euro. Ja, 200 euro? Die Reno heeft wel dure smaak. Reno, vind je een bidon ook leuk? Ja. We staan bij Lotte Soudal. En... Tuyo, een gesigneerde bidon. Ja, ook van Mathieu van der Poel en Bouke Mollema. Ja, Bouke hebben wel gevraagd om rugnummers. Mathieu is, die maakt alles kwijt dat wij hem geven. Ja. Dus we gaan voor een gesigneerde bidon van Florian Vermeers. Ja, en dan mag Tuyo toch in zijn handje knijpen, denk ik uiteindelijk. Ja, denk ik ook, ja. Huh? Kijk, kijk, kijk. Met een speciale tekening. Ja, jongens, tieten. Nou, bedankt. Daar gaat Tuyo vast blij mee zijn. Ja. Is Tuyo 18 plus? 20? Oh, nou, dan krijgt hij de bidon. Frederik Frisson, is die hier nog? Wouter, waarom een foto met Frederik Frisson? Maar is Wouter hier? Nee, maar ja. Doen wij zo? Dan moeten wij zo doen. We zijn hoofd erin. We laten vandaag grote dromen uitkomen. En de droom van Wouter is op de foto met jou. Alleen Wouter is hier niet. Dus waar gaan we met jou op de foto als dat mag? Ja, geen probleem. Ja? Ja, dan gaat Wouter vast blij mee zijn, dankjewel. Frederik Frisson is ook onze grappigste renner. Oh, de grappigste? Wat maakt hem grappig? Ja, hij kan heel goed typetjes. Typetjes? Welk typetje is hij echt goed in? Ja, verschillende, maar je hebt liever niet dat hij renners van andere ploegen belachelijk maakt, zeg maar. Nee, nee. Wie zou je goed kunnen imiteren? Peter Sagan. Oh ja, Sagan is leuk. Ja. Yeah guys, I think today we will be sprint again. Yeah, I will be there, but yeah, everybody want to be there. En kun je nog meer? Maar deze was echt goed. Of gewoon morgen terug voor nieuw, dat kan ook. Oh, kan... morgen terug voor de nieuwe. En dan verzin ik. Dat is een goeie. Maar... Oké. Okay. Dankjewel. Tot morgen. Ook, ook namens Wouter. Ja. Dankjewel. Die ronde is nog steeds niet aangevraagd. Nee. Oké, Josse, deel 2 van dit plan staan bij de afvalzone. Afvalzone, net voor de revidering. Dus iedereen gaat hier zijn bidonnetje. Ja, bidonnetje weggooien. Dus een grote kans dat we hier nog wat prijzen pakken. Magnus komt zo het eerst langs, hij zit in de kopgroep. Magnus komt eerst langs. Geen renners in beeld, Tijn. Denk erom. Ik kan niet omschrijven, er rijdt Magnus in de bolletjes trui met iemand van COVID. Magnus, ja. Hij zit nog helemaal vol. Hier. Nou, Josse staat aan het eind van de zone en ik ga een beetje naar het begin toe. En dan hopelijk hebben we zoveel mogelijk prijs. Zie je dat groene bordje daar? Daar begint het. Ik denk dat we hier wel goed staan. Moet nog niet te ver voorin staan, want dan moeten ze nog gooien. Ze moeten nog even de tijd... Zo! De tijd hebben om weer door te pakken en zo. Ze kunnen elk moment komen, de helikopter hangt daar. Borrels! Het lijkt erop dat ik concurrentie begint te krijgen. Oh, joh. Nu gaan er echt gewoon letterlijk 200 bidons de lucht in, hè? Gaat er één? Hey, hoppakee. Some more bottles. Heb je gehoord? Weinig. Ja, eentje. Een hele matige score. Het is weer Lotto. En die had, dat is wel lullig. Dat is de enige die we al hadden. Het is weer gratis zeker, jongens. Het is weer gratis zeker. Can we have some bottles for you? You're gonna give them away at home. Also me. Also you? Yeah. Okay. Can we split? Yeah, why not? Yeah, yeah, okay. Yeah. UAE? Okay, probably from Pogacar. From Pogacar you stole me? No! Ja, Lotto. Yeah, I like hebben this. We nog niet? I like this. Oh, alsjeblieft. Oh, yeah. Ik heb nu nog Ineos en Alpes in. Dat wil zeggen dat het van Mathieu en van Baarle zijn. Ja, laten we dat zeggen. Ja, en nu moet je nog zoeken. Die is echt zo'n gas van nog wat liggen. Als de boer over een tijdje gaat oogsten, dan komt er nog allemaal bidons tegen hier, denk ik. Kijk. Nog eentje in de bosjes. Bora. Ja. Kijk nog een verborgen parel hier. Olly, was duidelijk van Olly. Dank je, Olly. Ik heb mijn tasje wel vol, hoor. Ik ben benieuwd wat Jos' score is. Ik denk dat we meer hebben. O, ik zie daar nog eentje liggen. Maar aan de andere kant. Dezelfde Pogacar. Is dat zo? Ja. Deze was van Mathieu. En ik weet niet of deze van Wout is, maar ik ga wel volhouden dat deze van Wout is. Kijk. Hoor, dat opeens toch nog succesvol. Dit is best leuk. Je ziet die bidons helemaal niet zo goed liggen. Zeker die nieuwe van Jumbo-Visma. Dat is gewoon zo'n schutkleur, man. Pinopassi! Maybe we can trade one. Jumbo, which... Jumbo. Yeah, we already have Jumbo. You have Jumbo? Yeah. Als je dus hè, voor Lotto? This one? Ja? Yeah? Oké. Okay. Voor de rest wil ik eigenlijk niet naar ruilen. Nee. Ruilen komt huilen. This one? Niet doen. No, no, because this one is from Pogacar himself. Pogacar? Ah, himself? Yeah. Really? Yes. Ah, man, I take it this. No, we just traded it. Which one?
I traded it with this one. But I have this one. No, but I just gave this one to you for this one. Kijk, van ruilen komt huilen. Okay. 3x aan beide kanten, dat is de special one, hè? Dat is de special one. Ja, dat heb ik er net van gemaakt. Ik heb een soort pilsbidon van Bora. Van ik heb nog een Lotte Soudal. Maar die hebben we nu nog wel heel vaak, hè? En, kijk eens, BF. Dat staat voor? Best friend. Best friend. Van Mathieu. Wij zijn best friends. Ineos. Oh. Van Baarle. Van Baarle. Sowieso gewoon van Baarle. Het is nog helemaal vol, tot het randje vol deze. We staan bij de finish. De renners zijn net gefinished. Wij gaan even kijken of wij nog iets kunnen scoren voor jullie. Iemand wil graag een gesigneerde bidon van jou. Wie dan? Ja, dat weet ik niet meer, maar iemand wil hem hebben. Maar wel eens met drieën. Ja? Moet ik opzoeken? Ja, ik spreek het zo. Wat een dag, hè? Hoe is het met je carrière, bent? Ja, met mijn carrière gaat wel goed. Goed, hè? Hoe is het met jouw carrière? Oh, goed toch? Mooi, ja. Je bent mager, hè? Pak hem. Hé. Hey. Geen over als we elkaar eens een keer zagen. Dat was ik wel iets dikker. Het is geen vergelijk meer, hè? Nee. Ik heb iets minder matte taartjes gegeten de laatste jaren. Ah, ja. I have a question. Could you maybe sign it? Ja. Do you know how to spell goed verdommen? Hey. Hoppa. Hoppa. Gesigneerd bidonnetje van Alexei Lutsenko. We werken ons bal uit de broek, hè, voor die mensen. Daar staat de Wheelie Contest winnaar. Kijken of die iets, of die ons überhaupt kent, een rugnummertje of zo. Mark, since you won the Wheelie Contest last year, we get a lot of people asking about you. And today we're asking fans what they want from their favorite rider. Everyone is asking, I want something of Mark Walscheid. Yeah. Do you have something we can give to the fans of the Wheelie winner? I don't know, I can give you a cap from the bus window. That's perfect. That's perfect. Could you sign it? Of course. Zoo from the Wheelie Contest. Right, thank you. Thank you. Thank you. Kijk, dit zijn wel prijzen. Ja, dit zijn, goede dit zijn wel prijzen. Een soort grabbelbox is dit geworden. Ja, maar dit zijn ook dingen die mensen eigenlijk helemaal niet hebben aangevraagd. Dus die kun je gewoon winnen straks, hoor. Ja. Dankjewel. Gesigneerd. Okay. Door Danny van Poppel. Nou, de bussen gaan er weer vandoor. We hebben toch al alweer een zakje gevuld. Weer een zakje gevuld. We hebben heel wat mensen blij kunnen maken. Blij kunnen maken. Vooral de jongen van de foto. Ja, heel blij zeker, worden, denk ik. Zeker. Hoe kunnen mensen deze? Ja, nou, we hebben dus een aantal dingen die souvenirs zijn dus voor mensen. Ja, die hebben speciaal. Dus die zijn wel weg. Opgehaald. Maar de rest kunnen, gaan we gewoon verloten. Okay. Dus er komt hier ergens een linkje in beeld of eronder of in de beschrijving. Ja, dan gaan Maarten voor jullie even op de website iets maken dat klik het allemaal heel mooi wordt. En dan kun je deze dingen thuis doen krijgen. Hoe zou mijn Bas zijn? Hebben we hem gemist vandaag? Nee. Nou, Bas, zet hem op een fietsen. Ja. Zie ik jou morgen je weer? Je kunt het. Ja, ik ben er morgen. Ga stuiteren heb ik gehoord. Stuiteren? Ja. Doei.